Kerngezond TV is mede mogelijk gemaakt door Volta Limburg en Spooty.nl. Zo, dat was een stukje fietsen. Van Torren naar Halen. De smoete fiets deze week in Halen. Oftewel, hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van Kerngezond TV. Met vandaag de vlog van de week. We hebben de smoothie van de week. Maar ook in Halen starten we met het kerngezonde nieuws van deze week. Op basisschool De Quir in Neer kregen ze bezoek van een tophandballer. Melle van Katwijk, spelend bij BVHC. Het Nederlandse handbal zit in de lift. En Melle is één van die toppers van Eredivisieclub BVHC uit Panningen. En Melle kwam vertellen dat je pas een echte held bent als je niet pest en niet discrimineert. Goed samenwerken, af en toe een complimentje geven en elkaar helpen is zijn boodschap. Compliment Melle, goed gedaan. Welkom bij een nieuwe vlog van Limburg Gezond TV. De meeste gewassen zijn in de wintermaanden al weg. Maar hier bij Wilbertmand en Tinnerooi staan er nog een aantal. Ik ga vandaag ontdekken wat ze hier allemaal doen. Gaan jullie mee? Hoi Wilbert, ik ben Sue. Kunnen jullie vertellen waar ik vandaag te gast ben? Nou, je bent vandaag te gast bij Mansweert. Wij doen bloembollen, akkerbouw en tuinbouw. En nu zijn we bezig met de bloembollen. Dat is volgens mij superveel. En wat doen jullie hier zoal? Nou, bloembollen, lelies, is ons grootste gewas. En dat zijn we nu aan het rooien. En dat duurt ongeveer tot kerstmis. En daar zijn we nu mee bezig. En dan wil ik je allemaal laten kijken. Superleuk, gaan we doen. En wat kan je me vandaag allemaal laten zien? Nou, ik kan je vandaag laten kijken hoe we aan het rooien zijn. En spoelen, dat is het wassen van de lelies. En een beetje aan het afslaan. Dat we alle rommel van het veld afslaan, dat we dat niet meenemen naar de spoelerij. En we zijn hier aan het rooien, dus dan kunnen we al gelijk gaan kijken. Nou, superleuk. Gaan we doen. Ja, kom maar. Gaan we mee. Nou, dit zijn toch eigenlijk helemaal geen lelies? Nee, jij ziet geen lelies, want wij tillen de bol. En de bol zit in de grond. En die maken wij groter. En die gaat uiteindelijk naar iemand die er een hele mooie bloem uittrekt. En waarom zie ik hier dan alleen maar de stengels? Zijn die ook belangrijk? Stengels zijn ook heel belangrijk, want aan de stengels zitten in de zomer bladeren en die zorgen voor de voedingsstoffen. Die gaat naar de bol, dan wordt die bol groter. En van sommige soorten die we heel goed kennen, die kunnen we ook stelen trekken. En dit is een soort wat we nog niet zo goed kennen, dus daar hebben we dat niet gedaan, want dan weten we niet heel precies of het goed gaat. Dus die moeten we nog een beetje leren kennen. Dus het is heel nauwkeurig werk? Het is heel nauwkeurig werk, want als we de steel eruit trekken en de bol is nog niet klaar, dan vermoorden we eigenlijk de bol. En dan hebben we alles voor niks gedaan. Nou, dan moet het goed gaan. Ja, dan moet het goed gaan, ja. Hier zijn ze dus aan het rooien. Ja, dat klopt. De ene machine die maakt dit padje eigenlijk heel schoon, dat de stengels weg zijn en het onkruid. En dan komt de tweede machine achter die blauwe trekker en die haalt ze heel langzaam uit de grond. En dan vervolgens gaan ze automatisch in de kiepkar. Ja, dat is eigenlijk, en het gaat heel langzaam. En waarom was ze sneller gaan rijden? Waarom kan dat dan niet? Jij bedoelt eigenlijk als we sneller gaan rijden, dan zijn we eerder klaar. Ja, precies. Ja, maar dan, die lelies maken in de grond heel veel wortels. En dan zitten ze heel dicht op elkaar en dan krijgen wij ze met wassen niet schoon. Dat is eigenlijk hetzelfde als dat je de wasmachine helemaal vol duwt, dan gaat de was ook niet schoon. En dat is eigenlijk hetzelfde, dus we moeten ze heel langzaam rooien. Dan vallen ze mooi uit elkaar en dan kunnen ze ook beter wassen bij ons. Maar dat zie je straks. Hoe lang zijn jullie dan bezig met de oogst? Nou, de oogst begint half oktober en die duurt ongeveer tot kerstmis. En dan zijn wij klaar. En nu zijn de bollen zijn aan het rooien. En wat gebeurt er daarna mee? Nou, als de bollen dus op de kiepwagen liggen, die rijdt naar huis. En dan gaan we ze wassen. Ga je mee? Laat je dat kijken. Is goed. Ja, hè? Nou, dit is een stortbak. Daar kiepen we de hele kieper met zand en bollen in. Die gaat automatisch naar boven. Dan komt het op een zeef. Daar halen we alle losse zand halen we ertussen uit. Dan komt hij in een grote bak met water. En er zit heel veel stuwing in. Dat gebeurt door een hele grote scheepschroef. Dan gaat het weer in een bak met water. Dan gaat het nog een keer in een bak met water.
En dan komen we over allerlei rollen. En dan sorteren we de dikke en de dunne sorteren we al uit. En de worteltjes. En die gaan weer terug naar het land als afval. Maar ik wil het je best laten kijken. Kijk ja, mee. Dat lijkt me superleuk. Het lijkt echt wel net een wild waterbaan. Ja, dat is het ook, hè. Maar je mag best een keertje meegaan met al die bollen. Dat hoeft alweer niet. Nee. Klaar met de wild waterbaan. Ja. Wat gebeurt er met al dat water? Nou, al dat water zit in een heel groot bazin, buiten, en doen we allemaal hergebruiken. Dus al het water gebruiken we heel de tijd opnieuw. Maar doordat het water een hele lange weg aflegt, is al het zand wat erin komt, is gezakt. En hebben we weer schoon water voor te kunnen wassen. Dat is super handig. En wat gebeurt er met de bollen als ze super schoon zijn? Nou, deze zijn nu helemaal mooi gewassen. Stukjes van de wortels zijn afgeknipt. Die gaan allemaal in een kubkist naar Noord-Holland. En daar gaan ze allemaal sorteren en overpakken. En dan gaan ze over de hele wereld worden ze verkocht. Wildert, hartstikke bedankt dat ik er vandaag heb mee mogen lopen hier op dit geweldige bedrijf. Heel graag gedaan. Ik vond het leuk om jou wat te vertellen en iedereen te laten kijken. Want dat doe je op een hele mooie manier hoe dat gaat in de bloembollenteelt. En als dankjewel mag je deze hebben en dan heb je nog een paar jaar hele mooie bloemen in je tuin. Super bedankt. Bedankt voor het kijken naar een nieuwe aflevering van Kerngezond TV. Doei! Kom maar even wisselen, Pietertje. Hey, daar zijn we weer. En in het kader van Jong Leren Eten, deze week weer een lekkere, gezonde, nieuwe smoothie. En daarvoor hebben we nodig banaan, 300 gram magere yoghurt en spinazie. Geseerde en gesneden banaan erbij. En als laatste de yoghurt en de blenderkan. En mixen maar. Smakelijk drinken. Ik ben Jasper en ik ben 8 jaar. Ik zit op basisschool Bosdaal en dit is mijn trucje. Daarmee zijn we aan het einde van deze uitzending en dat betekent ook dat ik Halen weer ga verlaten met de smoothiefiets. Ik ga naar Klein Parijs, Klein Parijs. Weten jullie welk dorp dat is? Volgende week zullen we het zien. Kerngezonde week en tot de volgende keer. Hoi! Kerngezond TV is powered bij Volta Limburg, Spoedie.nl, Sicon Logistics, Jong Leren Eten, Ria Joosten Catering en Evenementen en Limburgs Uitje.